Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video en vandaag heb ik voor jullie weer een Spix met een nieuwe command showcase. In de showcase van vandaag gaan wij kijken hoe je je speeltuin onderdelen in jouw vanilla Minecraft wereld kunt krijgen. Er zijn namelijk drie verschillende soorten speeltuin dingetjes die je erin kan zetten. Namelijk de glijbaan, de trampoline en de slide, de schommel. Die kan je erin zetten. Ik laat het vandaag aan jullie zien hoe dat moet en wat de recepten ervan zijn. En ja, wil je het zelf uitproberen? Kijk in de beschrijving, er zal een linkje naar zijn. Het is gemaakt door de Red Engineer, dus shout-out naar hem voor het maken hiervan. Verder staat er ook een linkje naar de afspeellijst van alle command showcases. En heb je er zin in, laat even een duimpje omhoog achter en dan gaan we onszelf even een commandblok geven. Dat doe je door /give @p commandblok, zo. En je hebt er voor deze maar eentje nodig, dus je plaatst hem. Je plakt hetgene wat in de beschrijving staat op de Red Engineer website, plak je erin. Je zorgt ervoor dat de commandblok always active is en je klikt op. De command van vandaag is voor versie 1.9. Dus het is een wat ouder command. En ja, om te activeren en deactiveren kan je hier op de machine. En verder kun je de recepten hier vinden op het bord. Dus die gaan we even pakken. Dat zijn namelijk 12 Oak Fences. Zo. En wat was het? 4. Oh, 2 leads. Deze. Dat is voor de eerste item. Die droppen we alvast. Dat is voor de swing. Dan hebben we voor de tweede heb jij 14 iron bars nodig. Dus doen we even zo. En 4 ladders. Dat is voor de. Wow. Dat is voor de slide, voor de glijbaan. Zo. En voor de trampoline had jij 4 slime nodig. En 4 iron bars. Wie ik uit mijn hoofd, hey. Zo. Die drop je. En dan krijg je de trampoline. Die gaan we gewoon gelijk hier neerzetten. We beginnen met de... De swing. De schommel. Daar beginnen we mee. Ik ben elke keer het woordje kwijt. Dat is namelijk deze. Hiervoor moet je wel heel even je wereld opnieuw inladen. Want anders zie jij het touwtje hier niet. Dat is een kleine bug. Dus we gaan heel even de wereld opnieuw laden. En dan zien we het touwtje wel. Zo. Het duurde eventjes. Ik moest een paar keer mijn Minecraft opnieuw opstarten. Maar in ieder geval, nu werkt hij dus... wel. Nu zie je dus dat het touwtje erbij zit en dan kan je ook in de schommel gaan. En het leuke is, voor de schommel hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Je hoeft alleen rechter muisknop te doen en te kijken waar je een beetje naartoe wil en dan zit je erop. En ga je op en neer. En dat is eigenlijk het hele gedeelte wat de schommel doet. Het gaat dus allemaal automatisch, je hoeft dus niet te gaan bewegen. Als je nu beweegt gebeurt er toch helemaal niks. Maar ook als je rondkijkt. Dat heeft dus allemaal helemaal niks ermee te maken. Dus dat is wel grappig. Dat de ding zo automatisch werkt. Het enige nadeel aan de schommel is wel dat je maar één keer kunt plaatsen. Want als we er nou afgaan. We plaatsen hem nog een keer. Staat er dat het niet kan. Zie je? Je kan er alleen eentje plaatsen. Dus dat is een beetje jammer. Anders had je er een paar naast elkaar kunnen zetten. Dus nogmaals, je gaat er gewoon op zitten. En ja, hij werkt gewoon meteen. Althans, hè? Niet altijd. Maar soms. Kijk, dat is al beter. En wil je hem slopen, dan moet je een van de twee palen de onderkant mollen. En dan krijg je je spawn eggje weer terug. Dan gaan we door naar de trampoline. Deze kan wel meerdere keren geplaatst worden. Dus dat is wel heel handig. Kijk, dat is beter. En wat deze doet, is het volgende. Namelijk, was eigenlijk te gemakkelijk om ja, te bedenken. Je kan erdoor springen. Ik zet trouwens heel even de tijd. Weer een beetje naar dag, zo. Maar ja, hier kan je dus lekker mee springen. En je kan dus ook best hoog springen soms. Zo. Hij ging wel in één keer flink hoog. Dus even kijken hoe dat kwam.
Misschien omdat wij net precies tussen zijn dingen in zat of zo. Want in principe, ik drukte eigenlijk niet echt op een extra knopje. Nou, in ieder geval, je kan deze dus meerdere keren plaatsen. Je kan hem bijvoorbeeld hierin neerplaatsen en hier. Dan knal je er hier eentje neer en hier. En dan kan je bijvoorbeeld kijken van, hey, lukt het mij om ze allemaal zo achter elkaar te bespringen? Nee, want daar zit iets te veel ruimte tussen. Hier deze ook nog net iets te veel. En deze ook. Kak. Maar deze haal je wel. Hupkee. En die ook net niet. Maar daar kan je er dus een beetje mee spelen. Lijkt een beetje op de challenge die we een tijd terug gedaan hebben met de trampolines vanuit de meubelsmod. En van een berg af te gaan. Dus dat is ook wel grappig. En daar kan je er in ieder geval mee doen. Dan gaan we naar de laatste. En dat is namelijk de glijbaan. En deze is best wel gaaf. Ik hoop in ieder geval dat ik hem de goede kant op spawn. Nee, wordt niet de goede kant op gespawnd. Wat ik dacht. Zet hem hier neer. Je ziet de glijbaan ziet er het mooiste uit. Hij heeft ze namelijk met wat white banners en zo bij elkaar gezet. En hier kan je dus ook echt van afglijden. Ik probeerde het zelf eerst uit. Alleen ik deed het een beetje verkeerd. Ik deed namelijk dit. De ladder beklimmen. En dan liep ik gewoon doorheen. Maar dat werkt niet helemaal. Dus wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de glijbaan wel werkt. Is klimmen. Daarna op de glijbaan met rechter muis op klikken. Dat ging in één keer heel snel. Dus ik zal het er even in third person doen. Dus nogmaals, je gaat er klimmen. En rechter muisknop. Hoppakee. En dan glij je er vanaf. En dan doen we het even van de voorkant. Zo, klimmen. Ja. Rechter muisknop. Hoppa. En dan glij je er vanaf. En dan heb jij de glijbaan gedaan. Je kan als het goed is met de glijbaan ook direct in water komen. Dus dat gaan we even proberen. Wat er gebeurt als wij hieronder een beetje water erbij doen. Het valt me nou trouwens op dat mijn Minecraft geluid uitstaat. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Meestal moet je dan F3 en S indrukken. Maar dat werkt in 1.9 meestal niet bij mij. Dus doen we daar maar even mee. Zo. Knallen we hier wat water in. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als wij in het water landen. Vanuit dit ding. We doen het expres even zo. Dus dat je wel een stroming hebt. Want anders staan we waarschijnlijk stil. Even de tijd weer zo. Nou, we gaan eens even kijken. Zo, wat er gebeurt. We gaan dus glijden. Hoppakee. Nee, dat werkt niet helemaal, want we zaten echt vast in het water. Even de... we zaten helemaal vast. Dus even het waterdingetje helemaal vullen. Oh, shit. Dat was een beetje te hoog. Je ziet hier, hier zit iets dat niet wil dat je er overheen gaat. Volgens mij komt dat door de glijbaan. Nou, we gaan even nog een keer proberen. We gaan van de glijbaan af. Ja, zie je, we hebben de glijbaan gemold. Ha! Dat was niet de bedoeling dat wij hier iets mee gedaan hadden met dat water. Ja, kijk. Hier kan je nou dus niks plaatsen. Want hier stopt het command waarschijnlijk. Ja, zie je. Je hoort me misschien wel klikken. Heel dit stuk. Kan je niks op plaatsen. Dus we hebben het een beetje kapot gemaakt. Oh. Ach ja. Ik probeer het even een keer. Maar volgens mij denkt de glijbaan nu. Ja, die glijbaan denkt nu dus dat wij nog op het einde aan het drijven zijn. Wat dus niet het geval is. Maar goed, daarmee hebben we eigenlijk alle dingetjes bekeken in het command. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Wil je zelf het command uitproberen? Kijk even in de beschrijving en in één keer vlieg ik echt super hoog met dat ding. Wiejo. Netjes, netjes. Kwam misschien omdat ik erin sprong. Zo, ja. Dat zal de reden waarschijnlijk wel zijn. Dus in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Heb je nog niet gedaan, laat even een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Daarmee ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste upload. Het is wel zo handig als je deze video's heel leuk vindt. Laat ook even wat commands achter die ik nog niet bekeken heb. En jij wel graag wilt dat ik die bekijk. Het kan zo zijn dat ik die niet tegen ben gekomen. Bij het zoeken ernaar. En laat even achter wat je van de video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.